voor wie ben jij hier? Voor Nicole van den Hurk, voor mijn dochter. Die ze bijna 20 jaar geleden vermoord hebben. Nicole van den Hurk verdwijnt in oktober 1995. Ze is dan pas 15 jaar oud. Bijna 7 weken later wordt haar ontzielde lichaam gevonden in de bossen bij Mierlo. Ze stond midden in het leven, ze vond alles leuk. Alles was te goed, te veel. Ook te bruut. En te vroeg voor alles weggenomen. Ze staat ook op de graf, maar ze wist het wel. Nicole was jouw zus? Echt een grote zus. Ik was 6 toen het gebeurde en ik ben nu 26 en het is nog steeds niet voorbij. Ja, altijd in onze gedachten, dat weet ze ook wel. Maar... Nicole van den Hurk. Dus eigenlijk is heel je leven is er doorgetekend. Sorry, but I do. Ik wil hem ook niet vergeten, hoor. Dat voelt zo. En we staan met z'n allen. Ik ben vooral erg onder indruk hoeveel mensen daar hier staan die hetzelfde hebben meegemaakt. Dit jaar wacht een nieuwe beproeving voor de familie van Nicole. Dan begint de rechtszaak tegen de 47-jarige Jos de G. Hij werd vorig jaar, dus ruim 18 jaar na het misdrijf, opgepakt na een DNA-match. Ik wil hem wel zien. Ik wil hem ook in zijn ogen aankijken. Maar ik ben ook bang voor wat het met mij gaat doen. Voldoening krijg je niet. Nee, dat krijg je niet. Jij krijgt nooit genoeg. We zijn er al 20 jaar kwijt. Ik ben ervan overtuigd dat hij ergens komt die een keer en dan moet hij verantwoording afleggen. Geeft dit enige vorm van rust hier? Ja, ze worden niet vergeten. En dat is het enige wat heel belangrijk is. Ja, steun. Iedereen hoeft de camera aan te kijken en dan voel je al troost. Er hoeft niks gezegd te worden.